Ik heb voor jullie weer een hele toffe video. Wij gaan namelijk kijken naar 12 super vette concepten voor Fortnite. Dit zijn dus allemaal ideeën die super vet zijn en van ik wil dat ze in Fortnite gaan komen. Als je deze video nieuw super tof vindt, drop dan zeker even die like. Abonneer op de Veel Gevraagd met een belletje aan. En gebruik even onze supporter credit code Veel Gevraagd in de item shop. Laten we dan meteen gaan beginnen met de eerste concept. En ja, ik moet altijd even beginnen met een niet zo serieuze concept. Dit is namelijk de Brood, maar dan een geüpgrade versie. Met namelijk niet alleen de Infinity Blade, maar ook de Pump Shotguns. En dan ook nog eens twee, hoe noem je die ook weer? Infantry, nee, hoe heet die ding ook weer? Mounted Turrets, ja. En bovenop de Brood zit ook nog een Brood. Dus dit is een heel erg vet idee. Laat het alsjeblieft komen, want ik vind de Brood veel te slecht. Nee, grapje, de Brood is natuurlijk veel te overpowered en moet uit de game. Maar dit is wel heel erg grappig om natuurlijk Fortnite een beetje belachelijk te maken. Laten we doorgaan naar de volgende. En dit is de Loot Wagon. Dit is een best wel heel erg vet idee, vind ik. Namelijk, het idee is dat als jij zo'n wagon vindt, zoals je hier ziet, is zo'n car met daarop van die barrels, die moet je dus kunnen zoeken. En als je het zoekt, krijg je alleen maar hout, steen en ijzer. Ik vind dit een heel erg vet idee. Er staat hier dat je de 100 van elke material krijgt. Nou, in mij lijkt het eerder leuk om bijvoorbeeld 200 van één soort material krijgt. Dat je een soort van kans hebt dat je een bepaalde material krijgt. Dus ik vind dit wel een heel erg tof idee. En ik kan niet wachten tot dit erin gaat komen. Ik denk misschien ook wel dat ze dit nog wel een keer gaan doen. Want er zijn heel veel mensen die natuurlijk geen zin hebben om dingen te harvesten. Dus continu tegen bomen aan te mappen. Dus dit is wel een heel erg tof idee. Laten we doorgaan naar de volgende. En dit is de Bananite Peely. Dat is een hele rare naam, maar een heel erg vet concept. Namelijk een variant dus op de banana. Of Peely, hoe je hem ook wil noemen. En ja, ik vind het wel een tof idee. Ik vond het leuk gedesigned. Ik vond hem origineel. Het is een soort van banaan gemixt met een ridder die heel boos is of zo. Ik weet het niet. Maar ik vind het wel een heel vet idee. Laten we doorgaan naar de volgende. En dat is een video. Namelijk, ik moet even terugspoelen. Dat was handig. Oh, namelijk een idee voor hoe het eruit moet zien als je straks kan voten voor een item die in de itemshop moet komen. Namelijk, er is een leak geweest een tijdje geleden dat we dus straks kunnen gaan voten voor dingen die in de itemshop moeten gaan komen. En iemand heeft dus helemaal bedacht hoe dat eruit moet komen te zien. Laten we gewoon eens gaan kijken. Nou, je ziet, je krijgt een pop-up. Daily itemshop vote. En dan kan je kiezen op één van, kan je klikken op één van deze 5 items. Hij kiest voor de middelste. En dan staat er dat er over 12 uur, bijna 13 uur, komt deze dus dan in de itemshop. Ik vind dit een gigantisch goed idee. Laten we nog één keertje kijken. Nou, je ziet dus dat je die pop-up altijd krijgt. En dan zie je dat je gewoon kan kiezen. Ik vind dit echt super vet gemaakt. Dit zouden wat mij betreft meteen in moeten op deze manier. Het is gewoon echt oprecht een heel erg goed idee. Laten we doorgaan naar de volgende concept. En dit is Yonder Yards. Aangezien we de laatste tijd allerlei dingen terugkrijgen in de map, moeten we ook die factories die naast Flush Factory stond, moet die ook terugkomen. En die is er nog wel een soort van. Maar je ziet hier dat er geen sneeuw meer is. En niemand heeft daar een soort van neon variant van gemaakt. Dus een toekomstige variant. En dat zou dan Yonder Yard moeten gaan heten. En waarom Yonder Yard? Nou, dat komt dan omdat Yonder natuurlijk de DJ is die er altijd speelt in dat clubhuis. Dus dit idee vind ik oprecht ook heel erg tof. Laat het erin komen. Het zal me ook niks verbazen als het komt. Laten we doorgaan naar de volgende. En dat is een chainsaw. Deze is wel heel erg tof. Iemand heeft dus bedacht, wat nou als we een chainsaw krijgen waarbij we heel makkelijk materials kunnen kapot maken. En ik vind dat oprecht wel een leuk idee. Ik weet niet hoe sterk het gaat zijn. Ik vind melee wapens sowieso wel een tof idee. Want we hebben ooit maar één keer volgens mij een melee wapen gehad. En dat is de Infinity Blade. En dat was niet geen goed idee. Maar dit is wel een leuk idee. Alleen, ik moet je zeggen, de stats die hier onderin staan, die zijn een beetje overpowered. Namelijk, damage per seconde zou dan 170 of 180 zijn. Of 160, ligt bij je aan welke variant je hebt. Tot wel 200 bij de gouden variant. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is veel te veel. Want dat zou betekenen dat als je 1 seconde zo denk tegen iemand aanhoudt, dan is hij in één keer dood. Dus dat is niet helemaal handig. Maar ik vind het wel heel vet als hij op structures veel damage doet. En daaronder vind ik het dan wel weer mooi. Dan mag zelfs nog wel wat meer zijn van mij. Wat wel leuk is, wat hij ook heeft bedacht, is hoe het eruit ziet als je iemand killt en hoe dat dan klinkt. En dat heet dan Dead Guy 1083 Butchered So and So. Ja, je snapt wat ik bedoel. Dat is wat er in de tekst komt te staan of in de chat komt te staan als je iemand killt met een chainsaw.
Het is misschien een heel klein beetje grof, maar ik vind het wel een heel erg tof idee. Wie weet dat we dit ooit nog gaan krijgen. Laten we doorgaan naar het volgende idee. En ja, dit is een heel slecht gedesigned idee. Maar het idee zelf is gewoon super nice. En ik heb het ook al wel vaker laten zien. Maar dit moet er gewoon in komen. Namelijk een scoreboard van wie de meeste kills heeft in Team Rumble. Ik speel heel veel Team Rumble. En dan zou ik het heel erg fijn vinden als ik kan weten wie er gewonnen heeft. Of wie er de meeste kills heeft gemaakt. Want dat vind ik leuk. Dan word je een soort van competitief ook met je eigen team. Mij lijkt dat gewoon een heel erg leuk om te doen. En heel erg leuk om te zien. Vroeger kon je het zien, maar tegenwoordig kan je dat niet meer. Geen idee waarom ze het eruit hebben gehaald. Maar mij lijkt het in ieder geval wel heel erg leuk om dit straks te kunnen zien. Laten we doorgaan naar het volgende idee. En dat is een vergelijkbaar idee, maar dan voor gewoon solo matches. Dit is een vergelijkbaar idee, maar dan voor gewoon normale Battle Royale games. Zoals solo, squads, duo's, trio's, noem maar op. En dat je dus kan zien wie de meeste kills heeft. Bijvoorbeeld TVU, Ninja, Faze, Sway. Enige nadeel is wel dat je dan last gaat krijgen van stream snipers, maar dit is wel een heel tof idee. Dit idee is ook weer niet heel mooi gemaakt, maar nogmaals, dit kan er gewoon in. Ik vind dit een tof idee en ik denk dat Epic Games hier ook ooit wel wat mee gaat doen. Laten we doorgaan naar het volgende idee en dit is een heel, ook weer niet zo goed mooi gedesigned idee, maar alle ideeën zelf zijn wel goed, dus daarom dat ik ze include in deze video. Namelijk de Boogie Bomb Launcher. Dit is een soort van grenade launcher, maar dan doet hij geen grenades, schiet hij geen grenades, maar hij schiet boogie bombs. Mij lijkt dit leuk. En waarom vind ik dit ding zo'n gigantisch goed idee? Dat komt omdat de Boogie Bomb een hele sterke counter is tegen de Brute op dit moment. Als je namelijk een Boogie Bomb tegen de Brute aangooit, dan stapt degene die in de Brute zit automatisch uit en is dan aan het dansen. En als je zo'n grenade of een Boogie Bomb launcher hebt, dan kan je die natuurlijk gewoon op de Brute blijven spammen. En dan gebeurt er voor de rest helemaal niks. Daar kunnen die mensen niks meer. Ik vind het een heel erg tof idee. Laat dit alsjeblieft erin komen. Of in ieder geval iets wat een Brute kan counteren. Zal ik heel blij mee zijn. Laten we doorgaan naar het volgende concept. En het volgende concept is een heel vet skin conceptje. Ik heb er niet heel veel, maar deze vond ik wel heel erg leuk. De naam van deze skin concept weet ik zo eventjes niet. Ik kan al hier. Eternal Vanguard, zo heet hij. En ja, ik vind dit gewoon een heel vet idee. Al helemaal omdat er ook meerdere varianten voor gemaakt is. Namelijk, je hebt de retro sci-fi alien aan de linkerkant. Dan heb je in het midden de flowing galaxy hair. Dat is dan een variant met echte galaxy patterns hier overheen. Wat je ook bij de galaxy skin hebt. En dan heb je ook nog de reflection of space. Als hel op de helm natuurlijk. En de galaxy accents op het outfit. Ja, ik vind het echt een super vet idee. Dit zijn van die skins die er gewoon in moeten komen. En dit zijn ook de skins die het vaakst er gewoon in komen. Dus deze moet erin komen. En als die erin komt, ga ik hem 100% halen. Laten we, met natuurlijk de sport, ik weet ook te veel gevraagd trouwens. Laten we doorgaan naar de ene laatste die ik voor jullie heb. En de ene laatste concept is Stay at Home Specialist. Ook dit is een skin concept. En de Stay at Home Specialist is een, ja, gewoon door de Squatting Dog gemaakt. Is al wel wat oudere skin concept. Maar ik wil hem toch weer eventjes aan jullie laten zien. Squatting Dog, shout out naar jou. Hij is echt een van de beste designers in Fortnite op dit moment. En eigenlijk altijd al wel geweest. Dus shout out naar jou. Maar wat heeft hij gemaakt dus? De Stay at Home Specialist. En dat is dus deze skin met hashtag 2... op zijn borst. En dat heet, ja, dat is wel grappig. Want je wil natuurlijk eerst worden. Maar hij wordt blijkbaar altijd tweede. En hij heeft dan Balanced Breakfast Pickaxe. Dat is gewoon een pan met een hele lange steel en twee eieren erin. Dan heeft hij als backbling de Lifeblood Backbling. Ja, zeker weten. Een hele vette backbling. En ik hou van koffie. Sterker nog, ik ga zo meteen even koffie halen. Want mijn koffie is op. En dan is de glider de Insider Glider. En dat is letterlijk gewoon een krant. Simple as that. Laten we doorgaan naar de laatste die ik voor jullie heb. En de laatste, ja, dit moet komen jongens. Dit is namelijk niet het unvaulting event, maar het vaulting event. En dit zie ik zo graag. Hoe leuk zou het zijn als je straks kan kiezen tussen de Brute dat die gevault moet worden of de Pump Shotgun. Ik denk dat heel weinig mensen daarvoor gaan stemmen. Of de Heavy Shotgun of weet ik veel wat. Maar in ieder geval dat we allemaal massaal kunnen gaan stemmen op die Brute. Ik wil dit event hebben. Weet je wat? Laten we een event doen waarbij we alleen de Brute kunnen kiezen. Hoe vet zou dat zijn? Dat we met z'n allen gewoon op die Brute gaan inhakken dat er verder geen opties zijn. Laat hem alsjeblieft weggaan. De Vault Event. Laat het een ding gaan worden. Want iedereen is er klaar mee.
Dames en heren, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie deze video allemaal super tof vonden. Als jullie dat vonden, drop dan zeker even jullie like. Abonneer op de Vulgevraagd met dat belletje aan. Klik even op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!